Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan nog een keer Celebrations openen, maar nu niet zo'n simpel pakketje als de volgende keer. Maar nu heb ik een ETB weten te bemachtigen. Wat zit er allemaal in zo'n ETB? Ik ga het jullie eens voorlezen. 10 mini booster packs van de Celebrations, waar ik natuurlijk het meest excited over ben. 5 gewone TCG pakketjes, waarschijnlijk van 5 verschillende sets, dus dat is ook leuk. En er zit Darkness Ablation, die heb ik nog nooit geopend, dus dat is wel leuk, dat er 1 Darkness Ablation zit. What the fuck? Er zit een Shiny Greninja card in. What the fuck? Er zit gewoon een gratis Shiny Greninja card in. Oké, dat wist ik niet eens. Aantal card sleeves waar ik niks mee ga doen, al moet ik zeggen. Het zijn wel vette card sleeves, dus misschien dat ik uiteindelijk ze nog ga gebruiken. Er zit de energy card bij, dat is ook niet zo interessant. Verder nog, een rulebook, niet interessant. Ja, verder zit alle zooi die er normaal ook bij zit, bij een ETB zit er nu ook weer bij. Dus de dingen waar we iets minder mee kunnen, maar misschien is wel vet. Maar dat van die Shiny Greninja vind ik wel echt heel vet dat die erin zit. Nu heeft iedereen die, omdat die dus in elke ETB zit, maar het is wel gewoon vet. Wat hoop ik vandaag te krijgen? Ja, ik hoop gewoon dat ik niet weer heel veel ho's en Zekroms krijg. Dat hoop ik vooral. Ik probeer hem te openen. Ik kan nu niet bij een mesje, want daar staat mijn camera nu op gebalanceerd. Dus ik moet het even anders doen. Ja, ik heb hem al bijna. Kijk, zit er al onder. Bots. Plastic, raf. Oké, daar is die. Halen die er mooi af. Hier zit de rulebook in. Volgens mij kan je hier ook de hele set zien, of niet? Ja, ik kan ook de hele set zien. Ik wil er niet te veel naar kijken in ieder geval. Maar hier kan je ook de hele set in zien. Die ga ik achteraf nog even bekijken. Bovenkant eraf. Allemaal karton die we niet nodig hebben. Allemaal even weg. De vette Shiny Greninja card. En eerlijk is eerlijk, die is wel echt vet. Die laat ik jullie zo heel even zien. Alles goed verder, Jordi? Zo. Wel een vet dat je deze kaart gewoon krijgt. Oh, deze kan alleen niet in tournaments worden gebruikt, maar het is wel gewoon een vette kaart dat hij er zo bij zit. Dat is zeer vet. Coole kaart. Een Shiny Greninja kaart. Yo, Justin. Ja, deze kaart die krijg je dus blijkbaar bij elke ETB, maar dat wist ik niet. Een Shiny Greninja. Dus dat is wel vet, dat je die gewoon gratis erbij krijgt. Dat weet ik niet, staat er niet bij, hè, Justin. Alles goed? Ja hoor. Alles gaat prima. Hier heb ik nog wat. Energy cards, is niet zo interessant. Zit er altijd bij een ETB. Best wel vette sleeves, niet dat ik ze ga gebruiken, maar wel gewoon vette sleeves. Maar die doe ik allemaal zo terug in het bakkie. Er zit een codekaart bij die ik even apart haal. Zo. Die is even niet. Ja. En dan heb ik hier de pakketjes. Zouden het 4 of 5 zijn? Zouden er 5? En ik heb er hier nog eentje in laten zitten. Ik ga het even lezen. 5 edition. Maar waarschijnlijk niet goed geteld. Het is weer een regelboekje. Boys,
Ik ben weer een klein beetje gescamd, net als de vorige keer. Kijk, ik heb 4 pakketjes hier. Dit zijn de 4, dat kunnen jullie goed zien. Dit zijn de 10 mini pakketjes. Er zouden 5 van die grote pakketjes moeten zijn, maar ik denk dat ik gewoon iets over het hoofd zie. Beetje jammer dit. Nou ja. Je krijgt 1 Pikachu. Ja, er zitten ook heel veel Pikachu's in die set. Dus dat, die kans is best groot, ja. We beginnen natuurlijk met de gewone. Met de gewone pakketjes en daarna met de Celebration pakketjes. Intertoys, Justin. 2 Darkness Ablaze, dat is wel nice. Die heb ik nog nooit geopend, dus dat is wel nice. Chilling Rain en Vivid Voltage. Chilling Rain vind ik het minst interessant. Die gaan we als eerst openen. Dus Chilling Rain pakketje. Ja, hij was nog gesealed. Ja, ik denk het. Of ik heb het niet goed gelezen hoor. Ik lees straks nog wel even terug. Misschien zit hij hier. Kan ook nog. Ik lees het straks wel even na. Omdat ik het niet goed gelezen heb. Oké. Okay. Codekaart aan de hand. 4 van achter, zo. Nou, dan gaan we het eerste pakketje openen. Het staat redelijk dichtbij voor mijn gevoel. Normaal staat hij ook wel een beetje dichtbij, maar nu best wel erg dichtbij. Zo, nou dan beginnen hoor. Met een Grass Energy. Het is hier echt een teringzooi wel. Even alles aan de kant, zo. Oké. Okay. Een Grass Energy. Een Kakuna. Een Path to the Peak. Een Hatrim. Een Mareep. Ralts. Cast Form, Rainy Form. Snover. Galarian Yamask. Een Reverse Holo Serena. En een Abomasnow. Dat was het eerste pakketje. Dan gaan we over naar A Vivid Voltage. Dit is de Vivid Voltage pakketje die we gaan doen met de Cerulean erop. The Grass Energy, Ferrothorn, Dusclops, Rocky Helmet, Voltorb, Rockruff, Talo, Yanma, De Denne, Mudbray, een Reverse Holo Mudbray en een Barracuda. Oké, nu komen de Darkness Ablaze pakketjes en die zijn wel interessant, want die heb ik nog nooit geopend. Dus daar is alles sowieso nieuw voor mij. Oh, hij staat een beetje schuin nou. Dat is irritant. Ja, dat is op zich wel leuk. Niet de boel slopen, nee. Maar hij balanceert ergens op, dus dat is echt kut als je er tegenaan zit. Dat gebeurt bijna altijd wel één keertje. Kom op, Energy. Doe niet zo lastig. Ja. Yeah. Een Solrock. Een Steenie. Een Old PC. Een Galarian Mr. Mime. Een Q-Found. Een Wishy Washy. Een Pansage.
Een Tauros, best wel vette Tauros. Een Reverse Holo Fletchling en... Oeh, Eternatus V. Nice. Dat is wel vet, want het is dus, omdat ik deze, serie, of, deze set nog nooit geopend heb, is dat de kaart die ik nog niet eerder heb gezien. Het is gewoon een V-kaart, maar wel gewoon echt een vette kaart. Vette kaart. Nice. Het is wel een goed kaartje. Ja, bij mij gaat het natuurlijk vooral om de Celebrations pakketjes. Want daar zitten de allervetste kaarten in. Ik hoop echt op die gold kaart. Die shiny Mew. Dat zou vet zijn. Er zit nog een shiny Umbreon kaart in die ik graag wil. En er zijn nogal een paar andere. Maar mijn hoofddoel is die shiny Mew. Darkness Energy. Poltergeist. Combusken. Gleamwook Tangle. Shelmet. Vampoor. Teddy Ursa. Rookie D. Torchic. Een Reverse Holo Toxapex. En. Oeh, een Butterfree V. Okay, nice. Ook gewoon een kaart. Gewoon uit de Darkness of Blaze pakketjes allebei een V-kaart. Dat is wel nice. Van een set die ik nog niet heb. Dan is hij in ieder geval altijd nieuw. Ik vind dit ook nog best wel een vette kaart ook. Dit is best een vette kaart. Oké. Okay. Zo. Oké. Dan zijn we aangekomen bij de Celebrations pakketjes. Het eerste Celebration pakketje van de 10. De belangrijkste pakketjes om precies te zijn. En dit heeft... Ik wil niet te veel kijken, want dit is allemaal gewoon... Het zijn allemaal holo's, zeg maar. Heb je eigenlijk weer wat papier voor je haar? Ja, precies. Al die energy kaarten. Cosmoem, die had ik al. Groudon, kijk, dat is in ieder geval een nieuwe kaart van mij. Die had ik nog niet de vorige keer. Shiny Magikarp C! De eerste dub van de dag. Nice. Shiny Magikarp. Die is heel nice. En wat zit er nou achter? Lunala. Nice. Een Shiny Magikarp. Nice. Er is geen verschil. Die is super nice. Heel vet. Hele vette kaart. En de rest wordt ook allemaal gesleeved, maar die Shining Magikarp is wel vet. Ik hoop trouwens dat ik minimaal aantal aan Ho-Oh's en Zekroms ga krijgen. Omdat ik die de vorige keer zo fucking veel had. Zo. Pakketje nummer 2. Probeer in ieder geval voor mezelf ook de eerste kaart niet te spoilen, zeg maar. En dat wil nog wel lukken. Dus daar gaan we. Och, daar hebben we Ho-Oh hoor. Mijn vierde Ho-Oh uit deze set. Super tof. Palkia, volgens mij had ik die ook al. Cosmog had ik ook al. En Lunala had ik ook al. Volgens mij heb ik ook al 6 Lunala's. Dit was een minder pakketje. Die ga ik wel. Die sleeve ik later wel. Want dat is niet zo interessant. Dat zijn niet zo'n interessante kaarten. Zo. Oké.
We beginnen met een Cosmog. Een Kyogre, die is al vet. Die is al vet. Oeh. Dit is een vette Donphan. Holy shit. Ik vraag me af waarom ze voor deze Donphan hebben gekozen om te hergebruiken. Maar die is wel vet. En, oh mijn god. Dit zijn twee big hitters. Deze zijn heel vet. Old school Pikachu. En een Donphan. Volgens mij is dit een secret rare Donphan. Maar ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dit zijn hele vette kaarten. Zo. Donphan. En die Pikachu. Hele vette kaart. Die Pikachu ook. Ja, er zitten 100 Pikachu's in deze set, geloof ik. Hele vette kaart. Oké. Volgende. Hij is level up. Wauw, wat een haat. Een Yveltal. Een Lugia. Een Cosmog. En... wauw, waarom zit deze kaart er überhaupt in? Dit is echt een poepkaart. Oké. Okay. Zie je, ik wist al dat het... Hoezo werkt die niet lekker? Die werken hartstikke goed. Dan gaat er bij jou iets niet goed, want hij werkt gewoon prima. Ik heb er nou alweer spijt van dat ik die Sound Alerts heb gedaan, maar... Hallo? Een Zekrom. Een Palkia. Oeh, een Luxray X. Die is ook vet. En die heb ik ook nog niet. Die is heel vet. En weer zo'n gore Pikachu. Nee, is niet goor, maar jammer dat ik die al had. Ik laat jullie de Luxray even zien. Die Luxray is heel vet. Een hele vette Luxray. Luxray level X. Coole kaart, coole kaart. Zo. Ik heb nog geen één keer van geen één old school ding gehad. Starter Evo's. Ik ben benieuwd of die nog gaan komen. Kyogre. Reshiram, wel vette kaart. Shiny Umbreon, see? Ah, nice. Ik heb de Shiny Umbreon. En hierachter zit ook nog een vette kaart, of niet? Oh, de Flying Pikachu V-Max. Heel nice. Maar die Shiny Umbreon. Holy shit, dit was een van mijn chase cards. Nu heb ik eigenlijk alleen nog maar... Eigenlijk heb ik alleen nog maar de Shining Mew nodig en dan heb ik alle chase cards. Nu ken ik ook niet alle kaarten hoor, die erin zitten, maar dit was een van de twee chase cards waar ik naar zocht. Alleen, ik heb dus nu wel het volgende. Ik doe ook card graden. Ik moet mijn eerste badge nog terugkrijgen, maar dat is nog geen 30 dagen geleden en dat zou het ongeveer duren. Deze cards zijn natuurlijk op zich niet echt zeldzaam, want... je krijgt best wel makkelijk die kaarten. Ik heb trouwens nog 4 pakketjes. Wat doe ik daarmee? Dat is even de vraag.
Want het zijn wel gewoon vette kaarten, zeg maar, om te graden en om te displayen. Maar ja, wat is dan speciaal? Oké, we hebben een Lugia, die gewoon vet is. Een Ho-Oh, nummer 5. Groudon, die hebben we ook al. En Flying Pikachu. Dat zijn allemaal duplicates voor mij. Reshiram, Lugia, Groudon en Mew. Die Mew is wel nieuw. Of niet? Nee, misschien dat ik deze Mew al had. Moet ik nog even naar kijken. Nog 2 pakketjes te gaan. Nog 2 pakketjes voor de Shiny Mew. Of Shiny... Volgens mij zit er ook nog Shiny Gyarados in deze set. Dus misschien die Shiny Gyarados. Dat kan ook nog. Palkia. Zekrom. Trainer, hier komt Team Rocket. Oh. En alweer deze Pikachu, al de derde. De derde, zo jammer. Dit is al de derde keer dat ik deze Pika krijg. En de 5e Pikachu in totaal al. En het laatste pakketje. Zit hier de gouden kaart in. De Shiny Mew. Ik denk de beste kaart die je kan krijgen in de set. Of de vetste kaart die je kan krijgen in de chat. Ja, ik heb ook nog steeds geen enkele keer de... een van de originele 3 starter evo's gekregen. Groudon. Zekrom. Nog 2 kaarten te gaan. Palkia, oef. En... Oké, Samazenta V. Dit was hem weer, boys. Voor vandaag. Ik heb iemand waar ik misschien mee ga ruilen. Ik ga als goed is nog 1 van zo'n box openen. Als Justin erbij is. En wie weet zit daar dan die ene gouden Mew in. Maar we hebben natuurlijk wel wat vette kaarten. Die we even langs gaan. Moet ik wel alleen de vette er heel eventjes uit plukken. Zo. Ik zit te denken, hè? Ik heb het gevoel... Oké, ik moet een limiet per persoon instellen. Dat heb ik al weer door. Ik ben benieuwd of jij het geluid misschien alleen via die hoort. En anders niet. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat komt nog wel. We hebben deze coole Pikachu maar liefst 3 keer gepoeld. De Shiny Umbreon, de vetste denk ik van allemaal. De Flying Pikachu V-Max. Ho, 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 ho. De Luxray Level X, die ook heel vet is. Deze glimmende Donphan. Nog even aan het bedenken waarom hij glimmend is, maar het zal wel. Deze Shiny Magikarp. En de gratis Shiny Greninja is ook gewoon heel vet. Nice. In ieder geval iedereen, bedankt voor het kijken van deze stream. Vond je dit nou een leuke stream? Kom de volgende keer weer terug. Zie je dit op YouTube? Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag de volgende keer weer. En dan ga ik eens even kijken of ik wat aan die geluiden kan doen. Adios, amigos.